Stofzuigers zuigen beter dan mensen. Ijsjes smaken lekkerder dan mensen. En bots, die beleggen beter dan mensen. Het is geautomatiseerd beleggen. Dus leun achterover, ontspan en laat bots het werk doen. Nu tijdelijk een 50 euro boost bij een investering van 150 euro. Wees slimmer dan mensen. Download vandaag nog de bots-app. Maas Mechelen Village members genieten nu van kortingen tot 30% op de outletprijs. En dit weekend zijn we open tot 8 uur. Schrijf je snel in op maasmechelenvillage.nl. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Zo zoet, yes, yes. Dus niet als je baby voor het eerst deze maand meteen in slaap lijkt te vallen. Ja, ja. Maar wel op zondag, 's avonds of dezelfde dag zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. Die ochtend in de Humo-winkel. Waar is Wally? Goed nieuws. Vanaf deze week, 5 weken lang bij Humo. Het beste uit Waar is Wally van Martin Hanford. Van Oost-Berlijn tot Guatemala, hoor je Where is Wally? 5 fantastische boeken in een speciale editie met harde kaft voor maar €6,95 extra. Waar is Wally? Alweer een topidee van Humo. Of, om het nog eens met de dichter te zeggen... Humo is alle dagen topniveau. Waar is Wally? Oh my god. Deze week bij Humo. Bij Telenet Business komen we elke dag in contact met ondernemers. En die zijn niet bang om eens van gedag te veranderen. Misschien even wat gas terugnemen. Of gas bijgeven. Ja, zo'n kans mag ik toch niet laten liggen. En dat begrijpen wij volledig. Want wanneer je zaak evolueert, evolueert Klik met je mee. Daarom stel je zelf je Klik samen op basis van je zaak. Wil je naast vast en mobiel internet nog andere opties, zoals tv of een vaste lijn? Dat kan allemaal. Klik, dat zorgeloos ondernemen zoals jij dat wilt. Telenet Business. Klaar voor morgen. Je wil het beste voor je keuken? Ontdek dan alle voordelen van Miele toestellen. Vind een Miele partner in je buurt op miele.be. Miele, jouw keuken op zijn best. Dit is De Foute Radio. Het nieuws van 1 uur. Goedemiddag. Het personeel van het Klein Kasteeltje, dat is het grootste opvangcentrum van ons land, heeft het werk opnieuw neergelegd. 10 dagen geleden deden ze dat ook al eens in een 24-uren staking. Personeel staakt tegen de hoge werkdruk en het tekort aan opvangplaatsen. Gesprekken met bevoegd staatssecretaris Medi zijn volgens de vakbonden op niets uitgedraaid. Straks is er corona-overleg tussen de onderwijskoepels en de experten. De vraag is welke maatregelen er op school zullen ingevoerd worden nu de besmettingen stijgen, vooral dan bij leerlingen van de lagere school. Lieve Boeven van het katholiek onderwijs. Laat ons in eerste instantie eens kijken of het wel zo'n probleem is dat er daar zich besmettingen voordoen. Als we er kunnen voorkomen dat die besmettingen niet leiden tot een verzwaring van, ons, van de zorglast in het gezondheidssysteem. Maar dan moeten we kijken naar de plaatsen waar die besmettingen voor problemen kunnen zorgen. En dat is op dit moment niet in het onderwijs. In Wallonië zijn er al knopen doorgehakt. Daar moeten de leerlingen van het middelbaar na de herfstvakantie opnieuw met een mondmasker naar school, zowel binnen als buiten. Bij de werkgevers is er onduidelijkheid over de coronamaatregelen. Gisteren werden heel wat regels aangescherpt. Bijvoorbeeld horecapersoneel dat een mondmasker moet dragen. Of de coronapas die wordt ingevoerd in de fitness. Maar over de bedrijven heeft het overlegcomité geen uitspraken gedaan. En dus ligt de bal in het kamp van de bedrijven zelf. Zegt Hans Maartens van ondernemersorganisatie VOCA. Wij hebben nog altijd de generieke hits en daar wordt in bepaalde omstandigheden de mondmasker aanbevolen. Maar het is uiteindelijk de keuze van de werkgever om al dan niet te bepalen of er een mondmaskerplicht is. We horen bij onze bedrijven, bij sommige bedrijven, dat die een mondmasker vragen of verplichten bij de medewerkers. Anderen doen dat niet, maar we horen daar geen problemen mee. Die andere werkgeversorganisatie, het VBO, raadt bedrijven aan om het mondmasker consequent wel weer te dragen. Ook verkeersveiligheidsinstituut FIAS schaart zich achter het voorstel van Vooruit om de regels rond elektrische steps te verstrengen. Bijvoorbeeld een verbod om op het voetpad te steppen en ook een minimumleeftijd. Je hoort Stef Willems. Het is niet logisch hè, dat een kind van 12 jaar met zo'n gemotoriseerd toestel mag rijden dat een snelheid tot 25 km per uur kan halen. Voor een bromfiets klasse A die dezelfde maximumsnelheid kan bereiken, zijn wel een helm, verzekering en inschrijvingsbewijs nodig. Vooruit pleit ook voor een minimumleeftijd van 16 jaar.
Jongeren verkiezen maaltijdchecks boven een bedrijfsauto. Dat blijkt uit de cijfers van werkgeversorganisatie VBO. Het verschil is klein hoor, 46% wil liever een bedrijfsauto. 1%je meer, 47% dus, gaat toch voor de checks. Je hoort Sven Marinus van VIA, dat is de koepel van de maaltijdcheckbedrijven. Je kan maaltijdchecks op veel plaatsen gebruiken, overal in België, bij de kleine lokale handelaars, evengoed als in de supermarkten. Ten tweede is het ook zo dat het jongeren helpt een beetje bij hun budgetmanagement. Ze moeten op hun budget gaan letten en dan heb je toch specifiek een voedingsbudget waarbij dat je weet, oké, hier kan ik specifiek die zaken mee kopen waar ik toch dagelijks nood aan heb. Op de derde plek staat een hospitalisatieverzekering. Afwisselend zon en wolken bij 17 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op regen, maar het blijft wel zacht bij 17 graden. Het weekend wordt wisselvallig en ook een paar graden frisser. De Foute Radio. Proud to be fout.